Verzunt hij u bij Klein Gulpen. En gelet op de coronatijd zit voor nu op anderhalf jaar nog tot voor eigenlijk hier nemen mocht komen. Zijn van met de stichting Vrienden van Klein Gulpen zijn voor hier u actief. En hoe ver actief met zijn, dat kunt voor even bekijken. Dat is toch aan de boetekant van de patio. Goeiemorgen, mannen. Goeiemorgen. Dat kunt dat middagje. Oh, dat had voor mij ook een plekje ingeruimd. Ja, ja. Ah, dat had er goed gedaan. Ja, mannen, dat is hun van dan werken, hè? Yes. Nou, bijna anderhalf jaar. We hebben gelukkig alle drie dezelfde, de tweede spuit gehad. Dus dat is het pluspunt. En zodoende keer van natuurlijk hier weer het actief zien. Piet Doveren, de voorzitter van de Vereniging van Klein Gulpen, had er echt zin in. Ja, jong, daar had ik me een half jaar op gebruikt, hoor. Dat voor op dit moment. Dus ik zou zeggen, Lopman schiet, Gifman schiet, gaas, dat die dingen veilig werden, hoor. Ja. Het eerste project sinds lange tijd is dus het boren van vogelhuisjes. Wat vindt de secretaris ervan? Echt geweldig. Eindelijk weer ons hei, dat we ons hei kunnen zien. En dat voor ja, die vogelhuisjes, dat is super om dat nu zo te doen met de rij. Ja, goed voor de veulken zelf ook. Hè. Philippe, het is toch nu al juni? Is het niet het laatst voor die vogelhuisjes? Want het broeiseizoen van de koolmeesjes, dat is al even voorbij. Maar ik heb begrepen van de Pierre, die staat eigenlijk achter ons te winken door. Pierre, ik heb begrepen dat de luizen zo gauw als ze een beetje aangedrukt zijn, want ik voel dat het woord nog nat is, dan werden die geschilderd. En wat er nou gebeurt, ik hoop in ieder geval dat we ze kunnen gaan ophangen. Zullen we dan maar weer eens gaan boren en in neer gaan zetten? Goed, ja. Ja. Na veel denken en schroeven is het groot rustig. We hebben het toch goed, hè? Zo mooi, ja. Proost, hè? Proost. Op de koolmeesjes. Wat? Op de yes, koolmeesjes. Op de koolmeesjes. Welke koolmeesjes? Poosjes. Vliegend stok hier. Schoon, hè?